even rustig. Dit is geen oefening. Dit is een belangrijke. Femke Louise, lore update. De afgelopen dagen ben ik een beetje in een creatieve bui, dus deze video is een hommage aan hoe men vroeger nog YouTube-video's maakte. Met van die lekkere, rauwe gameplay. Terwijl sommige mensen nog steeds moeten wennen aan het feit dat Femke Louise ooit de overstap heeft gemaakt van vriendin van een of andere matige prank-YouTuber naar best wel een grote Nederlandstalige zangeres, wordt het spelletje mentale gymnastiek al helemaal voor deze mensen vandaag nog een klein stukje ingewikkelder. Gisteren werd namelijk op het Instagram-kanaal van drama queenie Yvonne Kolderweijer geplaatst dat er hele sterke geruchten rondgingen dat Femke Louise de overstap zou maken naar OnlyFans. Dit bleek achteraf niet helemaal te kloppen. Ze ging niet naar OnlyFans, maar naar Fancentro, wat eigenlijk bijna precies hetzelfde is. Behalve dat je als Nederlander op Fancentro veel meer geld kunt verdienen van Nederlanders, want op OnlyFans accepteren ze nog steeds alleen maar creditcard en geen iDeal. Dus dat is best wel een slimme stap. Het zal je niet verbazen dat deze carrière switch gepaard ging met een heleboel online kritiek, en daar wil ik het vandaag een klein beetje over gaan hebben. Ten eerste, wat gebeurt er nou precies op Fancentro? Als we de geruchten mogen geloven, is het niet het idee dat Femke Louise uit de kleren gaat. Enkele uren na de roddels op het Juice-kanaal is inderdaad de Fancentro-pagina van Femke, de enige echte official, live gegaan. Je betaalt daarvoor een abonnementje €35 per maand. En daarvoor krijg je dus geen naaktfoto's. Er zijn ondertussen al een paar foto's geplaatst die, ja, zo gaat dat altijd, natuurlijk allang al gelekt zijn. En het zijn gewoon foto's van Femke in de pyjama. €35 per maand. Ik klink meteen als een geblondeerde politicus als ik dit zeg, maar we zijn allemaal gek geworden. Waarom betalen mensen hiervoor? Je weet gewoon, ze gaat hier fucking veel geld mee verdienen en het slaat helemaal nergens op. En dat is vast ook een klein beetje de bron van de woede die ontstaan is rondom haar, ja, niet naaktmodel carrière. Een tweede, naar mijn mening, veel terechter puntje van woede is dat een heel groot deel van de marketing gaat om het feit dat je via dat platform met haar kan chatten. Hey schatjes, ik ben druk bezig met chatten. De website die valt af en toe weg omdat er gewoon super veel verkeer is. Dus blijf gewoon klikken en blijf het gewoon proberen. En dan kunnen we elkaar snel spreken. Ik ben de hele avond achter de laptop om, ja, te chillen. Ze wil heel graag met je praten, mits je haar geld geeft. En nu komt eigenlijk het allergrootste probleem. Je praat niet met haar, of tenminste, dat zijn de geruchten. Honderden vieze jongetjes van over het hele internet willen allemaal een soort sexting doen met Femke Louise. Daar heeft Femke helemaal geen tijd voor. En trouwens, ik twijfel nog steeds aan het feit dat deze meid überhaupt kan lezen en schrijven. Dus hebben ze, volgens de geruchten, gewoon een heel team ingehuurd van mensen die op al die berichten reageren. Persoonlijk heb ik er geen enkel probleem mee dat zij uit de kleren gaat, moet ze lekker doen. Maar dit begint om al een klein beetje op zwendel te lijken. Aan de ene kant verwachten mensen naakt wat er dus niet is. Maar ja, dat zijn je eigen verwachtingen. Ze heeft nergens gezegd dat ze uit de kleren gaat. Maar ja, daar kom je pas achter als je al betaald hebt. Maar op het moment dat je heel veel geld gaat betalen om met haar te praten, zoals ze het zelf ook laat lijken in de video's, en je praat niet met haar, maar met een willekeurige gozer achter het toetsenbord, ja, dan is dat wel gewoon net heel erg jammer. Aan de andere kant zou je kunnen beargumenteren, wat maakt het uit? Als jij maar de illusie hebt te praten met de echte Femke Louise, is dat niet genoeg? Ik kan me ergens voorstellen dat je met een willekeurige gozer van 40 achter een toetsenbord leukere seksueel getinte gesprekken hebt dan met de daadwerkelijke Femke Louise. Dus misschien is het maar beter zo. Gaan we door naar kritiekpuntje nummer 3. Die is denk ik vooral gewoon het feit dat zij überhaupt meedoet aan die OnlyFans-achtige praktijken. Voor mijn gevoel is een deel van de reden dat mensen vaak een beetje boos zijn op mensen die dit soort werk doen toch een beetje een soort jaloezie. Het idee van ik moet iedere week 40 uur werken. Werk vind ik helemaal niet leuk en ik krijg veel minder betaald dan jij die gewoon een beetje foto's van je kont loopt te posten. Eerlijk gezegd lig ik daar persoonlijk niet zo wakker van. Boeit me eigenlijk vrij weinig dat Femke op deze manier haar geld probeert te verdienen. Het is meer een beetje jammer dat, ja, het voelt wel een beetje als een soort laatste redmiddel of zo. Ik krijg niet het idee alsof deze meid altijd al graag op deze manier haar geld wilde verdienen. Het is meer een beetje dat haar muziekcarrière komt de laatste tijd toch iets minder goed van de grond. Videoland wil niet weer een docu maken over haar nu ze toch een iets wat saaiere moeder geworden is. En aangezien ze geen zin heeft om binnenkort achter de kassa van je lokale Albert Heijn te gaan werken,
gaat ze dan maar op deze manier haar geld verdienen. Zoals ik al zei, ik vind eigenlijk dat er vrij weinig mis is met dit soort werk doen. Maar dan vind ik het wel tof als je het echt doet omdat je het bijvoorbeeld leuk vindt om je blote lichaam aan mensen te laten zien. Dat je lekker gaat op die aandacht van jezelf een beetje seksualiseren. Dat je het daadwerkelijk leuk vindt om met vieze gasten te chatten. In principe, er zijn zat mensen die werk doen wat ze niet leuk vinden, gewoon omdat het goed betaalt. Dus in dat opzicht. Maar het voelt hier meer gewoon een beetje als, ja, hè, she fell off. Dus dan maar een beetje dit doen. Een soort gelijk sentiment is trouwens ook verwoord door haar ex-vriendje. Misschien ken je hem nog, onze gouden oude Snapking. Ik geef altijd mijn mening in, maar wat ik dus net heb gezien. Bepaalde mensen willen ook gaan beginnen op OnlyFans, maar eerst shady erover zijn en uitlachen, dit, dat, zus, zo. En nu? Zelf beginnen? Als moeder zijnde? Wauw. Heffy man. Heffy man, dat het je zo erg hoog zit. Wauw. En nu wil je je reet gaan verkopen. Maar welke reet, kerel? Nu heb ik bij dit filmpje wel een klein beetje zo'n gevoel van... Gast, wie ben jij om te zeggen dat deze meid haar carrière verprutst heeft? Kijk eventjes heel goed waar je nou precies zelf staat. Deze gozer heeft zelf ooit een telefoonnummer opgezet waar kijkers hem konden bellen. En dan kregen ze hem niet aan de lijn. In principe lijkt dat wel heel erg op wat Femke nu doet met de vieze berichtjes. Verder wil praten over alle zwendel die deze gozer heeft opgezet. Daar kunnen we een hele nieuwe video over maken. Maar als laatste is het misschien nog wel eventjes interessant om te kijken naar de carrièrekeuze van zijn huidige vriendin. Die zit namelijk zelf ook op FanCentro. Hè? Hoe kan je ooit kritiek hebben op je ex voor iets doen wat je letterlijke huidige vriendin ook doet? Zeer waarschijnlijk lijkt mij onder jouw hele brede uitmoediging. En in ieder geval, als ik zo naar je Instagram kijk, promotie. Nu denk ik zeer zeker dat de mogelijkheid bestaat dat als jouw moeder dit soort werk doet, dat je daar dan vervolgens om gepest wordt. Maar als je moeder Femke Louise is, word je sowieso wel gepest. Maak je daar maar geen zorgen om. Verder vind ik het toch wel eventjes fijn om te onderstrepen dat wat je moeder ook voor werk doet, als jij daarom gepest wordt, ligt het probleem toch ergens vooral bij de pesters. Pesten is gewoon niet leuk, moet je niet doen. Hartstikke leuk statement, maar daar houdt het pesten in principe niet mee op. Dit is wel ergens een daadwerkelijk probleem. Maar ik zou zeggen, bekijk het eventjes op een iets andere manier. Ik heb al vaker een anekdote verteld van mijn ex-streamingcollega Tony Junior. Zijn moeder stond vroeger in de Playboy. En daar werd hij ook mee gepest. Mensen zeiden, haha, jouw moeder staat in de Playboy. In principe is de beste reactie... Ja, maar jouw moeder niet. Jouw moeder is een dikke vette zeug die een pak check per dag rookt. Terwijl mensen betalen om mijn moeder naakt te zien, zijn er mensen die betalen om jouw moeder niet naakt te hoeven zien. En dat is precies de reden dat je al jarenlang alleen iets van je vader hoort als je een kaartje krijgt met je verjaardag. Hoezo zijn we ook alweer mijn moeder aan het belachelijk maken? Huh? Verder wil ik ook nog eventjes een klein stukje eigen mening hierin borduren. Toch een beetje perspectief. Omdat zij nu lekker een beetje vanaf de pyjama op de bank geld kan verdienen, kan ze tenminste heel veel tijd spenderen met haar kind. Je kan nu wel gaan roepen dat deze vrouw een slechte moeder is, maar je hebt ook ouders waar papa en mama gewoon allebei 50 uur per week werken en die kinderen gewoon de hele tijd dumpen op een of ander kinderdagverblijf. Dan kun je best wel een beetje de vraag gaan stellen, hey, waar zitten hier nou de slechte ouders? Waarschijnlijk gaat Femke met dit hele trucje tering veel geld verdienen. En eerlijk gezegd, ik denk dat ik als kind liever zo nu en dan gepest zou worden, maar dan wel met hele rijke ouders, lekker veel tripjes, lekker veel vakanties, dan het alternatief, de situatie dat mijn ouders super weinig geld hebben en ik opgroei in armoede. Naar mijn mening zijn mensen zoals Beyoncé en de Kardashians eigenlijk veel slechtere ouders. Deze mensen zijn alleen maar bezig met hun carrière, gigantisch veel geld verdienen, zijn vervolgens echt bijna nooit thuis met die kinderen of die kinderen moeten mee de hele wereld rondreizen, super hectisch, hebben in die situatie amper de binnenkant van een school gezien. Maar ik hoor nooit mensen zeggen dat Beyoncé een slechte moeder is. Nee, nee, vooral de mensen die een paar pikante foto's op het internet zetten, die haten hun kinderen maximaal. Nu snap ik dat dit in principe een klein beetje whataboutism is, maar ik vind het gewoon interessant dat we echt alleen beginnen over slecht ouderschap als vrouwen op het internet een keertje heel veel geld beginnen te verdienen. Voor de rest hoor ik nooit mensen zich zorgen maken over de opvoeding van kinderen, alleen als ze het kunnen gebruiken om OnlyFans dames eventjes de grond in te boren. Ja, dat was het eigenlijk wel een beetje voor deze video. Hopelijk ben je nu helemaal bij je. Met de juice. En laat gerust even weten of je het leuk zou vinden als ik vaker een beetje dit soort video's maak. Waar ik gewoon een beetje vlot inhaak op de actualiteiten. En dan wel of niet zonder een sappig beetje gameplay. Duimpjes omhoog, plassertjes, weer rustig naar beneden. En dankjewel voor het kijken.